Pancakes Extra. Daar zitten we. Ik zit hier en Shelly zit daar. En tussen ons zit helemaal niemand, behalve een muur van bacterievrije substantie. Ja. Die je niet ziet. Want Shelly is nogal verkouden. Nogal. En Boris wil dat natuurlijk ook niet ook worden. Ik wil niets lievers dan de hele volgende week ziek in bed liggen. ga dat volgende week wel doen waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja. Geen oud en nieuw voor mij. Geen oud en nieuw. Nee, er is sowieso oud en nieuw voor mij. Je hebt nog een hele week voor oud en nieuw. Precies. Daarom inderdaad. En je hebt je kerstige kerstrui aan. Ik heb een kerstige kerstrui aan. Die heb ik aan, want hij is van Just Cause 3. En zoals je ziet vliegt er hier een Gaunt jetpack. En iets met de kerstman die voortgesleept wordt. En daar is gewoon Rodriguez. Rodriguez, ja, inderdaad. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel Just Cause 3 PR marketing team. Topper. Hey, we gaan het vandaag hebben over de Steam controller. Ja, we hebben het al veel over de Steam machine zelf gehad en over wat dat ding nou eigenlijk allemaal kan. Maar de controller is ook nog wel een verhaaltje apart, want er zit echt aardig wat customization en heel veel bacillen op dit moment. Ja. Maar ik heb hem net geüpdate en ik krijg gelijk de vraag of ik hem een naam wil geven. Ja, laten we hem een naam geven. Steam. Oh, helemaal fout. Steam Maxus. Is Steamus. Aurelius. Doe ik een spatie. Noem gewoon Steamus. Ja, oké. Dan. Ga. En die kun je nu dus ook... Er komt geluid uit de Steam controller. We hebben personalize your controller en nu... Warm and happy. Nou, natuurlijk. Oh. Is het warm and happy? De button brightness geeft dat licht. Ja. Wow. Dat hadden ze bij de PlayStation controller moeten hebben. Kan dat bij de PlayStation controller? Dat zou tof zijn. Oké, maar wou ik er even naartoe wou... En wat ik jou graag wil laten zien, want ik was er best van onder de indruk de eerste keer dat ik het zag, is de customization van dit ding. Okay. En hoe je dat ook kan delen met de community voor bepaalde games, kan je instellingen delen dus ook. Dus stel je wil heel graag een shooter hier moet spelen, dan zou dat moeten kunnen. Maar wat ik handig vind is als ik bijvoorbeeld op één account hier zit en een instelling heb, dat ik hem makkelijk kan kopiëren naar een andere account. Klopt. Ja, dat kan ook. Dus. Ja, je kan ze opslaan. Vet. Ik zit nu alleen even te kijken, waar zit het ook alweer? Configurations. De controller. Oh, jee. Druk op de verkeerde knop. Op het verkeerde knop. Je moet wel op het goede knop drukken. Kijk, daar is het. Ja, dus dit is de desktop configuration. Wel interessant dat SteamOS dus nog geen big picture support heeft. Nee. En dat is ook waar wij een beetje tegenaan liepen toen we voor het eerst met die Steam machine aan de slag gingen. Want ik vond het nogal PC-erig aanvoelen. En dat moet dus weg zijn als het big picture mode er wel is. Eigenlijk raar dat ze het hebben uitgebracht zonder big picture mode. Ik vind het een moeilijk woord om uit te spreken. Big picture mode. Ze noemen het ook in plaats van de trigger the right mouse. Wat is de right mouse? Is de left trigger. Ja, that's weird. Right mouse is de left trigger. Dat is verwarrend. Dat is wat stap dan weer voor shit. Maar dit kan je dus allemaal in gaan stellen. En dat is echt veel. Je kan dit doen. Je triggers. Hip. Hier heet het dan opeens wel trigger trouwens. Ja. Even wennen aan een benaming. Ja, maar het is natuurlijk de functie die het heeft. Dus full pull action is de right mouse. Maar ik ben dus vooral benieuwd, want als we hier echt mee gaan klooien en gaan kijken van hoeveel die instellingen ook echt verschil gaan maken in die controller. Of dat nou echt zo groot is, want als ik deze controller, het voelt wel een beetje... Plasticky. Cheapy. Ja, cheapy. En Valve heeft zelf gezegd dat, zeg maar, dit is niet definitief. Uiteindelijk is het de bedoeling, hun grote visie is dat je je eigen controller kan gaan bouwen. Nou, dit wil helemaal niemand, man. Nee, ik wil ook gewoon graag een controller in mijn hand die werkt. Dat is voornamelijk wat ik wil. En ik moet je zeggen, ik vind het heel erg tof dat dit kan, maar het wil niet zeggen dat het een goed idee is. Weet je, ik bedoel, ik ga dit letterlijk één maar keer als doen. Ik ga dit inderdaad één keer zien en als ik dit zie, dan heb ik gelijk van, oké, ik moet dit goed doen, want anders fok ik mijn hele controls op. Ja, maar het dingetje is, je gaat het nu instellen voor de game die je nu gaat spelen. Ja. En dan komt er straks een andere game uit. En dan, ben je een half uur bezig om een... je kan ook de achterkant maar forward. Waar ik even heen wou... Waar het mij om gaat, is dat die... Je ziet dat het me boeit. Ja, dat is zwaar geïnteresseerd. Volgens mij waren dat gewoon een paar bacillen die me eventjes besprongen. Die gewoon een soort van mijn gestel binnenkwamen. Maar goed. Maar ik wil dus eventjes weten hoe die... Hey, kijk eens. Ja, maar dit vind ik dus wel tof. Gewoon, je kan je controls public of...
Chaos Keybinds vind ik dat zijn naam niet uitnodigt om dat te gebruiken. Nee, en er staat ook mine, zo van blijf met je poten van mijn controller instellen af. Inderdaad. Xbox 360 gamepad. Maar dat vind ik tof. Ja, maar het is geen Xbox 360 gamepad, dus wat moet ik er maar bij voorstellen als ik dit instel als een Xbox 360? En dat een Xbox, dat is op hoep en dan verandert hij in de Xbox 360. Windows 10 Wii controller. Ja. Nou, speciaal voor Star Wars Battlefront, voor jouw game. Ja, kan dat allemaal. Vreselijk gefrustreerd. Ja. Oké, nou, leuk. Ja. Nu wil ik graag zien hoe het werkt, want ik heb namelijk... Ik heb een game geïnstalleerd. Ja. Een game die wel... Wat staat er eigenlijk in de store voor de Steam Sale? Want de Steam Sale is begonnen. Klopt. Besiege staat erin. Die wou ik gewoon kopen. Wat staat erin? Besiege. Daar. Ah ja. Dat is een strategy game die ik heel graag wil kopen met en spelen. Kan ook gewoon. Ja, dat is ook. Game of Thrones. Zie je ook nog steeds ook een keer. Ga je dingen kopen in de Steam Sale? Ik ga Besieged kopen. Vet. Dus die kunnen we net zo goed nu kopen. Maar goed, oké. Okay. Ik had dit geïnstalleerd. Beyond Earth. Cactus. Cactus. Waarom niet Beyond Earth? Omdat dat allemaal heel lang duurt. Oh ja, okay. Je wilt toch nu een game spelen, Boris? Ja, maar ik wil wel een game spelen. Ik wil, ga je dit aan jou geven. Ik ben benieuwd wat je eerste ervaring is met de... Nou, mijn eerste ervaring zijn de bacillen die nu mijn systeem binnendringen. Cactus. Yeah. Yeah. Ga je? Oh god. Select an Android. Jezus. Je kan niet overweg met Steam controller of je bent echt tergend slecht in deze game. Ik vind het een oordelen, Shelly. Oh, sorry. Maar weet je wat ik eigenlijk wil? Kijk, dit is een best wel chaotische game. Ja. Cactus heet die. En Nou, weet je wat ik een beetje met die Steam controller had? Want ik was er dus City Skylines op aan het spelen. Maar dat is het wat je maar wil spelen. Maar dat wil je spelen. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets. Dat kan ik ook gewoon met mijn muis en toetsenbord spelen. En dat gaat wel een stuk sneller. Echt niet? Ja. Hoe kan je dat met je muis en toetsenbord spelen? City Skylines, dat is gewoon een PC-game. Ja, dat snap ik wel. Maar je wil hem op je Steam controller. Op maar Steam... wil je dat echt? Nee, maar ik wil dat echt als het werkt. Ja. Want dat is namelijk het hele ding. Dat ik geloof in dit platform. Op het moment dat ze... Oh god. Op het moment dat ik dat soort games kan spelen met deze Steam controller. Waarom fucking loop je niet? Ik was toch al een fucking moment op dat. Oké. Ja. Nu ben ik in de war. Je bent in de war? Ja, ik vond het niet slecht. Ik vind het wel tof hoe gevoelig deze touchdingen zijn. Ja, maar dat kan je dus ook allemaal instellen. Ja. Oh, wow, wow, wow. De eerste indruk van die controle was dat ik inderdaad een beetje plasticky vond. En goedkoop aanvoelen, maar dat heb ik nu niet meer. Nee? Nee. Tapfire, oh. Want het werkt namelijk wel echt heel goed met die touchscreen. Het is een beetje een gok die ze genomen hebben, weet je? Ik bedoel, de PlayStation controller heeft natuurlijk ook een touchscreen. Maar ja, daar heb je echt geen reden. Het is gewoon niet voor alle games. Waarom niet? Als dit nou al werkt. Ja, het werkt wel, maar zo'n soort game gaat, in mijn idee, beweeg je sneller als je gewoon pookjes hebt. Ik denk het ook, ja. Maar ze hebben natuurlijk ook niet op die manier die controller uitgebracht aan de Steam Machine. Want in principe, je kan alles wat je wil aan je Steam Machine hangen. En deze kun je gewoon loskopen, dus als je dat interessant vindt. Ja, je kunt gewoon in feite een Xbox One Elite controller eraan hangen als je dat dingetje hebt, wat ik heb. Dus dat doe je dan ook. Ja. Heb je nog een andere game? Nee. Dit was het. Ja, ik heb geen andere game. Oké. Ik ben wel blij, Shelly, want jij hebt me een positieve Steam controller ervaring gegeven. Ja, maar jij moet hem ook gaan aan jou meegeven namelijk. Niet. Ja. Nee, ik heb vakantie een week. Alsjeblieft. Ik heb geen zin de om... De Steam controller voor Boris. Kijk hoe blij hij ermee is. Een positieve Steam controller ervaring. En wat moet ik ermee doen? Ermee spelen. Maar ik wil er niet mee spelen. Er zijn geen games uit op Steam OS. Daar komen we nog op terug wanneer er wel games uit zijn. In januari is het... Zodra, nou, misschien ga ik zeg je, ik ga Besieged halen. Ja. En in januari ga ik jou met jou een review doen van Besieged. En dan ga ik je laten zien hoe het speelt met deze Steam controller. Laten we dat doen. Ja, is dat oké? We gaan het doen. Oké, vrolijk fucking kerstfeest.